Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Niet schrikken. Vertel. Wij zijn hier omdat wij informatie hebben dat je mogelijk in de hand doet. Ik zou zeggen, vandaar dat wij hier aan de deur staan. We mogen even binnenkomen. Ja, hoor. Ja? Ja. Dus bij deze vorder ik van jou de uitlevering van het vuurwerk. Dit is een keer. Hier, dit schuurtje, hier op het hoekje. Knalwerk, vuurwerk. Schiet alle kanten uit, behalve de goeie. Maar wist u nou dat het bij u lag? Maar nee, een doos vuurwerk meer niet. Niet dat het illegaal was? Nee, dat weet ik toch niet. Hoe kan ik dat nou weten? Maar wat vindt u ervan? Ik vind het geweldig. Ik ben vroeger ook ondeugend geweest. Ik ben het trouwens nog, maar het is maar normaal. Maar wat vindt u dan dat de politie het weer komt afpakken nu? Heeft hij weg? Heeft hij gewoon pech? Uw kleinzoon? Ja, ik niet. De jongen ben ik niet. Hoeveel is dat? 50 euro, denk ik, vrouw? Nou, denk wel meer. Dat hoeft ook niet. Nee. Maar dit zijn de gevaarlijkste. Oh ja? Ja, ik denk dat deze grootvader inderdaad nog wat voorlichting nodig heeft. Dat hij toch nog in de oude tijd is blijven hangen met het strijkertje. Die tijd is helaas voorbij. Gaat u uw kleinzoon op uw kop geven? Ik ga het verwittigen dat hij dat niet meer mag doen. Geloof jij het? Ik niet. Nou, dat komt uit. Gooit al weg, wij. Gooit al weg hier. Vooral minderjarigen. Het minste wat ze hebben is een zware taakstraf. Dus niet zomaar eventjes naar halt. Dat wordt een zware taakstraf. Maar wat nog het ergste is, ze hebben gelijk ook een strafblad. Nou, en dat is geen goed begin van je carrière.